Hallo allemaal, welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag laat ik jullie verschillende manieren zien en leuke coole ideeën om makkelijk en snel de jeansjas te pimpen. Ik laat hier dus op verschillende manieren zien. Het is een oude spijkjas van mij. En ik heb eigenlijk alle ideeën gewoon verwerkt op één jasje verwerkt. Dus ja, ik denk niet dat het allemaal een beetje volgepakt uitziet. Maar ik wou jullie gewoon even laten zien wat de mogelijkheden zijn. En wat de eindresultaten, hoe die eruit kunnen zien. Dan laat ik jullie als eerste zien hoe we een destroyed look kunnen maken bij een spijkerjasje of jeans jacket. Vaak zie je dat ook bij je jeans of spijkerbroek, dat het hier van die rafels achterblijven. Ik denk dat we allemaal wel eens de opmerking hebben gekregen van of onze knieën zijn gevallen als we die broeken dragen. Maar dat zie je dus ook steeds meer bij spijkerjasjes en ik vind het er zelf ook heel leuk uitzien. Ik maak het altijd vanuit de binnenkant. Dat vind ik gewoon het makkelijkste. Dus ik werk vanuit binnenuit, maar je kunt het ook vanuit de buitenkant doen wat jij het makkelijkste vindt. Ik laat je ook een aantal manieren zien. Ik heb al het een en ander voorbereid. Dat ik hier dus met een krijt of met een stift een aantal lijntjes trek. En daar maak ik dan een paar sneeën. Dus knip ik eventjes in de stof. Ik raad aan om wel klein te beginnen. Want groter worden de destroyed look en de grote gaten altijd. Dus anders heb je misschien te grote lusjes, gaten, wat dan ook. Ik heb er dus hier zo 1 en 2 heb ik hier zo bij elkaar. En daar wil ik het helemaal uithalen. Als je hier echt alleen nog maar die horizontale draadjes hebt. Dat ga ik doen met een pincet doen. Zo kan het dus het eindresultaat kan het uitzien. En hier zo zie je dus alle horizontale draden, alle verticale draden heb ik dus allemaal uitgetrokken. En het is eigenlijk heel makkelijk te doen met de pincet. En hoeveel je daar ongeveer van hebben, dan moet je gewoon zoveel eruit trekken. Ook hier aan de rand, zoals je ziet, kun je nog een beetje bijtrekken om een beetje een ruwere look te krijgen. En hier maar 1 snee hebt, kun je dus ook hier zo een beetje de draden eruit trekken, de horizontale draden. Die je dan een klein beetje zo eruit trekken en verwijden. En dan moet je wel proberen dat je hier niet de verticale draden te veel aantrekt. Want dan kan het hier zeg maar helemaal een lijn ontstaan. Dat je dat goed kan zien. Dus daar moet je even aan denken. Maar zo gaat het eigenlijk heel makkelijk met de pincet en dus een schaar. Wat je ook kan doen is dus een toornmesje gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld hier zo in de stof een beetje insteken. En dan een klein beetje wegsnijden en eruit trekken. Zodat het allemaal iets groter en grover wordt. Je kunt het ook volledig met het toornmesje doen. Dat kan natuurlijk ook. In plaats van de schaar te gebruiken steek je hem hier in en snij je een stukje open. Zo. En dan ga je dus hier zo, kun je dat weer een beetje ruw maken. Dat gaat het eigenlijk heel makkelijker en sneller. Maar ik zou het wel een paar keer uitproberen, want soms gaat het, schiet je uit of gaat er iets mis. En dan opeens heb je een heel groot gat. Dus op deze manier kun je een mooie destroyed look maken. Je kunt er ook overheen gaan met schuurpapier en dan heb je nog een beter effect. Dan komen we nu bij de volgende stap en dat is een van mijn favoriete manieren om een spijkerjasje te pimpen. En dat is dus met deze leuke patches. Dat zijn van die vormpjes die je erop kan strijken of naaien. Ligt er een beetje aan wat voor patches het zijn. Je kan allerlei verschillende vormen, wat je bijvoorbeeld ook ziet dat mensen dat doen met vlaggen of andere afbeeldingen. Je kunt heel makkelijk hier zo langs de rand er langs heen naaien. Vooral bij van die donkere randen zie je het helemaal niet. Dat je dat doet. En ik ga dat nu even laten zien hoe we dat doen met het strijkijzer. En hier zo gaan we dus netjes alles klaarleggen. Leggen we natuurlijk eerst netjes klaar zoals je normaal gesproken zou strijken. En dan hebben we de volgende stap, hebben we de bakpapier hebben we nodig. Dat is vaak, moet je dat gebruiken. Maar dat staat ook wel omschreven in de handleiding. Maar ja, bakpapier heb je dus nodig. En dan pak je dus het strijkijzer. En dan ga je er dus overheen aan de bovenkant. Dat doe je dus ongeveer een minuut lang. Dat het goed heet is. En dan een beetje in ronde bewegingen. Dat doe je dan zo in één keer doe ik ze alle twee. Want dat is gewoon net zo makkelijk. Dus ga je dus zo 1 minuut ga je
snede overheen, zodat het goed vast zit. En daarvoor heb je dus ook een bakpapier dat het niet vast kan komen zitten aan het strijkijzer. Wanneer dit gedaan is, dan draai je de jas om en dan doe je het ook aan de binnenkant. Dus dan doe je daar ook nog even het bakpapier op en dan ga je nog even een minuut daar overheen strijken waar dus de patches aan de andere kant zitten. Wanneer het dan is afgekoeld, moet het goed vastzitten. Is dat niet het geval, dan doe je het hele proces nogmaals opnieuw. Zo, dan is dus de eerste twee stappen zijn dus helemaal klaar. Hierzo zie je dus dat ik aan de linkerkant ook nog eventjes overheen ben gestreken. En het zit er nu echt heel goed vast, zoals je ziet. Ik ben erg tevreden met het resultaat en het ziet er ook super leuk uit. De volgende ideeën zijn gebaseerd op het gebruik van een naald. En dat betekent dat ik leuke vormpjes ga maken op het gedeelte van deze zak van de spijkerjas. Dat betekent dat jullie met een naald gaan we dus een aantal vormpjes naaien. Dat kan gewoon met een patroon. En verschillende patronen kun je eigenlijk heel makkelijk vinden. Hier heb ik een aantal verschillende kleuren. Een paar natuurlijke kleuren. En hier zie je dus een mooie dikkere draad die uit 6 kleinere draden bestaat. En hier zo heb ik nog een stift of pen. Die kan je gebruiken om het patroon eventjes erop te schetsen. En daar kun je dan gebruiken als richtlijnen voor het patroon van jouw vormpje. Om dus te beginnen ga ik dus beginnen met een bloemetje. Dat is ook een erg populair vormpje tegenwoordig. Om iets liever te maken. En ik heb dus hier twee cirkels geschetst met de pen. En de binnencirkel gebruik ik dus voor het rondje van de bloem. En de buitencirkel gebruik ik dan de bloembladeren voor. Andere inspiratie kun je natuurlijk op internet vinden. En ook bij behorende handleidingen natuurlijk. Ik ga hier dus eventjes het bloemetje laten zien. Hoe ik het bloemetje maak. Ik kan op vele verschillende manieren. Maar ik heb hier dus het rondje. Waar ik dus de gele binnenkant van de bloem ga maken. En hier zo maak ik de mooie boogjes voor de bloembladeren. Dan begin ik van binnenuit, dus van de onderkant ga ik naar de bovenkant. En dan ga ik op de rand van het cirkeltje steek ik in. En als tip gebruik ik dus hier zo 4 draden genomen, dat het niet te dik is. Van de 6 draden die samen 1 draad vormen, wat ik net liet zien, van de verschillende kleuren. Hier steek ik hem dus strak naast op de andere kant van de rand van het cirkeltje. En dan zie je dus een klein gedeelte van van het rondje, het begin. Dan gaan we iets verderop, gaan we weer in op de ene linkerkant van de cirkel, de rand. En dan gaan we weer naar de rechterkant van de rand van de cirkel. En dan gaan we er zo overheen. En zo vul je dus heel simpel het rondje. Zorg dat het mooi recht naast elkaar zit en ook dicht langs elkaar. Dan wordt het steeds breder de draad en dan weer smaller. Zo, hier zie je dus dat het een beetje een rondje is geworden. Ja. Ovaaltje is het eigenlijk meer, zou ik zeggen. Maar je kunt ook tussendoor kunt het een beetje verbeteren en het nog een paar keer horizontaal er langs heen te gaan. Het is een beetje oefening baart kunst. Ik maak hem hier nog eventjes de allerlaatste af. Een klein draadje er doorheen. Zo, dan is nu het binnenste gedeelte van de bloem is helemaal af. En het is een klein beetje ovaal geworden, zoals ik al zei. Maar ja, gewoon een beetje oefenen. En ik ben hier ook niet de expert in, verder van. En ik ga nu beginnen met de bloemblaadjes. Het is natuurlijk wel een mooie paarse kleur die ik daarvoor heb gekozen. En we beginnen weer met op de buitenkant van de binnenste cirkel. Hier zo strak langs het gele rondje wat we net hebben genaaid. Trekken we hem doorheen en nu gaan we het bijzondere doen voor deze bloemblaadjes. Dat we er weer ernaast, strak ernaast gaan we erin. Niet precies, maar wel hier onderdoor. Dus we steken hem niet terug, maar we gaan er wel heel strak langs heen. Zodat we er zo mooi onderdoor kunnen. En hebben we hier dus een heel mooi lusje. Die gaan we niet helemaal doortrekken, maar dan gaan we met de naald weer terug doorheen. En dan hebben we hem dus hier zo vastgetrokken. En dan zie je dus heel mooi dat hier een lusje is ontstaan. Wat we dan helemaal gaan doen, is dat we hier netjes strak weer doorheen gaan. En dan gaan we er achterlangs, zodat die goed vast zit.
En zo kan hij niet meer losraken. En het ziet er dus uit als een klein lusje. Zo is nu de bloem helemaal af, zoals je ziet. En het eindresultaat ziet er zo uit. Ik heb hier dus het bloemetje helemaal. En hier ook de mooie gele binnenkant. Ik had net al horizontale lijnen, maar ik heb er ook nog verticale lijnen over gemaakt. Zodat het allemaal iets voller eruit ziet. Hetzelfde kun je ook eventueel doen voor de bloemetjes. Dat je nog een verticale erbij in gaat doen. Of een horizontale. Ik heb ook nog kleine bloemetjes gemaakt met groene draad. Zodat een soort van een klein sterretje, een kruissteek. Ik heb het netjes vastgemaakt aan elkaar door het, net zoals eigenlijk als je met de hand naait. Dan ga je gewoon de lus, trek je nog een keer doorheen en maak je een klein knoopje. Zo zit het mooi vast en merk je er eigenlijk helemaal niks van aan de achterkant. Wat ik dan nog zou kunnen zeggen, dat ik zou aanbevelen, zoals als je met een groter vlak werkt, dat je dan ook nog eventjes goed ervoor zorgt dat je de naalden goed gebruikt, dat ze goed scherp zijn. Verder zijn er op internet vele verschillende patronen die je kunt gebruiken. En het is eigenlijk heel simpel om het na te maken. Ook het handnaaien is soms best wel heel lastig. Wat je dan ook kunt doen is gewoon een naaimachine gebruiken. Vele verschillende soorten steekpatronen zijn beschikbaar op de naaimachine. En die ga ik jullie nu laten zien. Hier zie je dus de verschillende instellingen die de naaimachine normaal gesproken heeft. Dit zijn de meest standaard manieren om een steekpatroon te naaien op een stof. Hier heb je dus al die van mijn naaimachine. Ik heb hier nummer 1 tot en met 9 zijn de standaard steken die we eigenlijk best wel heel veel gebruiken. En dan vanaf 10 gaan we dan met deze hashtag gaan we dan van alles doen. En daarvoor heb je dus deze andere steken. En dat is dus heel anders zien deze eruit. Zoals je ziet, ik heb 70 verschillende heb ik er dan van die patronen. En er zijn dus hele mooie verschillende patronen. En ik ga jullie heel graag de nummer 65 laten zien. En die vind ik heel mooi tot het patroon en tot het bloemetje die we net hebben gemaakt met de naald. Dus ja, ik ga jullie even laten zien hoe we dat gaan doen. Hoe het dus moet is dat je gewoon precies naait zoals normaal gesproken. Alleen is het dus dat je hetzelfde naaimachine laat maken en dat jij gewoon de bewegingen volgt. Normaal gesproken moet je hem dus naar voren duwen, maar dat hoeft nu niet. Gewoon rustig de gang laten gaan en de stof naar voren laten komen als de naaimachine dat aangeeft. Is wel even lastig, maar dat is gewoon even oefenen. Hier zie je dus heel mooi het eindresultaat van een naaimachine. En je ziet er echt zeggen, het is toch wel lastig om het erg mooi gelijkmatig te krijgen. Tuurlijk, je kunt de stof eigenlijk heel makkelijk op de naaimachine laten liggen. En de machine doet zijn werk met het patroon. Je hoeft het niet aan te duwen. Maar toch om het gelijkmatig te krijgen is toch wel lastig. En dan moet je even iets meer mee oefenen. Ook is het natuurlijk lastig omdat dit een jeansstof is. En hier is natuurlijk ook nog wat verdikt op de rand. Daartegen bevalt het me wel heel goed en ziet er super leuk uit en is echt een leuke siernaad. En het past natuurlijk leuk bij het bloemetje. Als laatste heb ik dan nog een idee met pareltjes. Het is eigenlijk super simpel, kan ook met andere kraaltjes of wat dan ook. Maakt het allemaal wat liever of juist als je stoere kraaltjes hebt wat stoerder. Ik heb een knoop gemaakt in het draad zoals je net zagen en daar heb je gewoon een naald doorheen. En ik gebruik hier dus pareltjes. En die gaan we makkelijk vastmaken aan de stof. Dat kan in een bepaald patroon, dat kan random. Dat is helemaal de keuze aan jou. Daarvoor hebben we dus naald en draad nodig. Ga je er onderin, ga je erin. Doe je de knoop, doe je er doorheen. Tot de knoop dus zegt van stop, we kunnen niet meer verder. Ik kan niet door het gat heen. En dan maak je de parel eraan. Die rij je eraan. En dan ga je dus net strak er langs, ga je er weer uit. Ga je weer naar beneden achter. En zo zie je dus heel mooi het pareltje. Wanneer het niet vast genoeg is, kun je er nog een keer zo doorheen. Rijg je er met de naald doorheen. En ga je het nogmaals naar onder. Daar zie je helemaal niks van als je gewoon dicht bij de draad of bij de parel blijft. En dan pakken we dus weer met de volgende stap. Doen we weer hetzelfde. Ik heb nu verschillende groottes van de parels. En die ga ik een beetje naast elkaar toe rijgen. Naast elkaar neerleggen en vastnaaien.
hier zie je dus hoe een parelpatroon eruit kan zien. Ik heb er nu een soort van bloemetje patroon gemaakt. Maar je kunt natuurlijk helemaal zelf beslissen wat je gaat doen. Misschien leuk dat je hier nog wat random pareltjes maakt en verdeelt. Dat het allemaal iets uitziet als een geheel. Iets voller. Maar het principe bevalt me in ieder geval goed. Het gaat super makkelijk en het is super snel. Ook heb ik hier nog even een ander patroontje opgenaaid. Je maakt dus hier zo een steekje in het vast en dan maak je een bochtje. En dan heb je dus hier zo een klein kantenrandje. Heb ik dus gewoon met een rustige witte toon draad heb ik er overheen genaaid. Super simpel en je kunt zelf nog onderaan de jeansjas maken. Hier zie je dus alle verschillende resultaten van de methodes kun je zien. En het is, ik moet zeggen, ze bevallen me allemaal super goed. De patches zijn echt mijn favoriet en zijn echt super makkelijk. Maar ook deze romantische look, zou ik haast zeggen, wat lieve look, bevalt mij ook heel erg. Zelfs als de bloemetjes en ook de destroyed look. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Zo ja, laat dan een blauw duimpje omhoog achter. Neem ook een kijkje op mijn kanaal en abonneer gratis om altijd op de hoogte te blijven van nieuwe video's. En dan zie ik je graag de volgende keer bij Doe Het Zelf ideeën. En veel plezier met het zelf maken. Tot dan!